Dag dames en heren, dit is In Gelderland van woensdag 6 november. Met vandaag. Het groene hert blijft de gemoederen in Nijmegen bezighouden. Ja, hoe kun je dat netjes zeggen? Het zaakje stinkt een beetje. Een half jaar geleden ging het groene hert in Nijmegen failliet. Een klimaatwinkel waar je terecht kon voor adviezen over het duurzaam maken van je woning en het kopen van ledlampen. Een winkel ook met nauwe banden met de gemeente Nijmegen. Vorige week lieten wij u al zien dat na het faillissement bleek dat het college in Nijmegen 100.000 euro heeft geleend op basis van te rooskleurige cijfers, zonder daarover de raad te informeren. Meneer Jansen, u zult met me eens zijn, 3 uur praten en schriftelijke vragen van alle fracties, dan zijn alle vragen echt wel beantwoord. We willen hier wel een dag over praten, als u zo praat. Wil ik wel een dag na over praten. Kom nou toch. U gaat toch zomaar niet eventjes zeggen, het is afgelopen ermee. Kom nou. Wat denkt u eigenlijk wat u bent? Een kwestie die de gemeenteraad van Nijmegen al een half jaar verdeelt. Het groene hert. Hert als in hart, maar dan op zijn Nijmeegs. Een winkel in duurzame spullen, waar ook een loket van de gemeente voor milieuadvies in was gevestigd. Een uithangbord voor milieubewust Nijmegen. Maar het ging slecht met de zaken. Sterker nog, er werd fors verlies geleden. De bank wilde geen lening verstrekken, dus werd aangeklopt bij de gemeente. Een ton, 100.000 euro. GroenLinks-wethouder Van der Meer van Milieu wilde dat heel graag en kreeg wethouder van Financiën Jene mee. Maar dat ging niet op een normale manier. De gemeenteraad werd namelijk helemaal niet ingelicht over het verstrekken van de lening. Wat ik verder echt heel erg betreur, en dat meen ik echt, is dat ik de raad niet bij dit proces heb betrokken. Dat is gewoon stom. Dat is niet een beetje dom, maar dat is gewoon echt dom. En dat had ik gewoon moeten doen. En dat spijt me zeer dat ik dat niet heb gedaan. Vroeger zou een wethouder daarvoor weggestuurd zijn. Tegenwoordig zie je dat niet meer en zegt de gemeenteraad van, ach, het is maar zo'n klein bedrag. Het gaat maar om 100.000 euro. Je kunt ook te ver gaan. En ik ben zo langzamerhand op het punt dat ik zeg, we hebben er nu echt genoeg tijd aan besteed. Maar is dat zo? Het groene hert blijft de gemoederen bezighouden, want rond de beslissing om een lening te verstrekken zonder daarover de gemeenteraad te informeren, komen steeds meer vragen. Hoe kun je dat netjes zeggen? Het zaakje stinkt een beetje. Als we de stukken naast elkaar leggen, zien we enkele opvallende verschillen. Het bureau Kiemt doet in opdracht van de gemeente onderzoek naar een reddingsplan. Daarin staat dat op 1 oktober 2012 wordt verwacht dat er over heel 2012 een omzet wordt gehaald van 691.000 euro. Maar uit het verslag van de curator, dat in juni dit jaar verschijnt, blijkt dat de omzet daadwerkelijk 538.000 euro was. Een verschil van meer dan 150.000 euro. Als wij vragen als raad om transparantie en openheid en eerlijkheid, dan moeten wij die ook krijgen. Die hebben wij dus niet gehad. En daar schrik ik wel een beetje van, want volgens mij wijkt dat fors af van de cijfers die wij als gemeenteraad gepresenteerd gekregen hebben. Ik dacht dat dat richting de 7 ton ging als prognose omzet voor 2012. En ja, zeg maar 1,5-2 ton op 5 ton, dat scheelt volgens mij dikke 30%. Dat is vrij fors. En dat geeft me aan dat er weinig leven zat in het groene hert. De vraag is dus, was het college op de hoogte van deze verschillende cijfers op het moment dat ze in januari de lening verstrekten? Maar er is meer. Een van de financiële pijlers was het CO2-compensatiefonds. Via dit fonds konden bedrijven, overheden en burgers hun CO2-uitstoot compenseren. Hiermee zouden duurzame en energiebesparende projecten worden gesteund in de regio Nijmegen. Volgens de wethouder is het wegvallen van dit project een van de redenen van het faillissement. Dat CO2-compensatiefonds, dat project is mislukt omdat internationaal die CO2-markt is ingestort. Ze hebben dat project ook teruggegeven, wij kunnen daar niets mee. En op 4 juni schrijft Van der Meer: toen de CO2-marktprijs begin dit jaar verder inzakte, heeft het Groene Hert aangegeven hier geen rendabele business case meer voor te kunnen maken en heeft deze opdracht teruggegeven aan de gemeente. Ze zijn failliet gegaan omdat het CO2-compensatiefonds wegviel. Dat was een van de redenen. Maar uit gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat de stichting die hiervoor is opgericht op 1 oktober 2012 is uitgeschreven uit het handelsregister en dus niet bestond op het moment dat de lening bijna 4 maanden later werd afgegeven. Ja, als dit klopt, ik krijg het nu van u, hè, dus ik zou er goed naar moeten kijken, maar aannemende dat het klopt, klopt er in ieder geval niet, iets niet in het verhaal van Jan van der Meer. En dat is ernstig.
De coalitiepartijen GroenLinks, D66 en de PvdA willen niet reageren. De PvdA laat weten wel benieuwd te zijn naar de uitleg van de wethouder. Uiteraard hebben we al onze vragen herhaaldelijk voorgelegd aan het college. Maar dat laat weten dat de kwestie is besproken in de raad en geeft verder geen commentaar. En dus blijven er vragen in Nijmegen.